Eind vorig jaar was de laatste keer, zei je net. Ja, klopt inderdaad. Ja, tenminste met muziek maken als het daarover gaat natuurlijk. Ik heb inderdaad eind vorig jaar, dat is de laatste single die ik heb gemaakt. Of de laatste zeg ik eigenlijk verkeerd, en er komen er nog wel meer. Maar dat is inderdaad de vorige. En die heet Altijd Weekend. En die heb ik net hier mogen doen op Tros Muziekfeest. En nou goed, het is vandaag dinsdag. Maar het leek gewoon weekend hoor. Het is gigantisch hoeveel mensen dat er zijn. En de sfeer ook. Het is ongelooflijk. Iedereen doet mee. En dan stond ik notabene nog wel in het voorprogramma. Nou, iedereen zwaaide mee, sprongen mee. Nou, het was geweldig om mee te maken. Nou, in het weekend is eigenlijk zo mooi en belangrijk, omdat je natuurlijk door de week toch hard aan het werk bent en bezig bent om alles op de rit te houden en te zetten. En ja, dat je dan even stoom uit mag blazen, dat je gewoon even mag. Natuurlijk geniet je ook als je het werk bent. Ik bedoel, ik werk ook heel graag. Ik heb namelijk een eigen bedrijf. Dat doe ik ook heel graag. Maar af en toe is wel eens lekker dat je even stoom af kunt blazen. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat ook nodig is. En ja, dan is het natuurlijk hartstikke gezellig om met je vrienden iets leuks te gaan doen. Bijvoorbeeld naar de kroeg of een keer met een vriendin gezellig erop uit. En dat is toch weer even ik weet niet, altijd wel een fijn moment. Natuurlijk zijn we in ons hoofd altijd bezig met nieuwe plannen. Alleen ja, het is momenteel gewoon vrij moeilijk. Ik probeer gewoon lekker mijn optredens te krijgen. En ik zit zonder platenmaatschappij alles. Ik financierde alles uit eigen portemonnee. En ja, op een gegeven moment moet je het er ook naar gaan denken. Ik wil ook samen gewoon en noem maar op. Ja, dat houdt een keer op. Dus ja, ik heb nog genoeg ideeën waardoor we misschien toch iets kunnen regelen. Ik wil verder in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Het is mijn grote passie. Dus ik ga er mijn best voor doen het zo snel mogelijk op de plaat te krijgen. Dus als er nu iemand is die kijkt en die denkt van, nou luister, ik geloof daarin. Waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze gewoon terecht op www.roydekkers.nl. En daar kunnen ze me of boeken. Of als iemand anders iets anders van me wil weten of wat dan ook. Kunnen ze daar gewoon contact mee opnemen. En dan komt het altijd goed.